Hallo, leuk dat je kijkt. Dit is de eerste video in de serie van 8 video's over het schilderen van bomen met acrylverf. En het gaat nu dan toevallig over bomen, maar de dingen die je in deze video ziet, die kun je eigenlijk op alle onderwerpen toepassen. In deze eerste video gaan we kijken naar het vereenvoudigen, naar het zoeken van globale vormen. Links naar de rest van de video's, die zet ik allemaal in de beschrijving van deze video en die kun je ook terugvinden op mijn website. Probeer eerst, zoals bij elk onderwerp, het eerst te zoeken naar globale grote vormen. Want, zoals we inmiddels wel weten, het is makkelijk om van grote vormen naar steeds specifiekere vormen te gaan werken. Bij deze vorm heb ik eerst even wat steun aan die schuine lijn die door het beeld loopt. Ja, mijn compositie is dus al voor een groot deel bepaald. En dan zul je zien dat die boom die staat aan, ik heb hier dan een rechthoekig papier, maar hij staat net ietsjes uit het midden. En dan ga ik eerst eens kijken naar de grote globale vorm. Dus eigenlijk helemaal de contouren van alles wat ik zie. Dus ik maak me helemaal niet druk over details. Nou zie je dat ik hier een beetje de stam eerst verkeerd had neergezet. Geen probleem. Daarom is schetsen met verf ook zo leuk. Hup, dat kunnen we gewoon even wegwerken. Zie. Door te werken met zo'n groot penseel kun je snel de vorm neerzetten en ben je niet snel geneigd om in details te treden. Nu ga ik natuurlijk een beetje checken of ik een beetje goed zit. Maar de stam die staat eigenlijk een beetje zo. En dan krijg je hier allerlei vertakkingen. Dus je probeert die vorm van die boom te begrijpen. Dan gaat die zo. En dan zie ik hier zo'n stuk wat meer zo zit. Je probeert die grote vormen er een beetje uit te halen. En in dit gedeelte van de boom zie je straks de lucht er relatief veel doorheen. Maar ik zet even die belangrijkste takken een klein beetje neer. De richtingen ervan althans. En dit is in het begin meer dan genoeg. Nu gebruik ik voor deze video's foto's, want dan kan ik jullie makkelijk laten meekijken. Dus de compositie is voor mij eigenlijk al bepaald. Natuurlijk kan ik er dingen aan veranderen als ik dat wil, maar over het algemeen maken fotografen al een goede compositie. We zijn nu dus eigenlijk in de schetsfase. In een schets tast je je onderwerp af en liggen dingen nog niet definitief vast. Je kunt ook kleine voorstudies maken met potlood, maar je kunt dus ook schetsen met verf. In dit stadium kun je nog makkelijk fouten oplossen. Als je meteen uiterst gedetailleerd gaat beginnen en je komt er dan achter dat je bijvoorbeeld op de verkeerde plek bezig bent, dan wordt het lastig om het nog aan te passen. De algemene vorm, dat kan de contour van de hele boom zijn of van een groep bomen. En heb je te maken met kale bomen, dan kun je ook eerst een algemene vorm maken. Dan trek je gewoon een contour om alle takken heen en dan zoek je dus naar een buitenste globale vorm. Binnen die globale vorm kun je later weer andere globale vormen onderscheiden. Zo werk je eigenlijk van globaal naar steeds wat specifieker. Probeer de boom te begrijpen. Dus zoek de stam op en kijk een beetje hoe de stam gaat vertakken en hoe de bladerbossen daar dan mee samenhangen. De stam en de vertakkingen vormen de basis voor de rest. Als de boom dik in het blad zit, dan zie je de vertakkingen natuurlijk soms niet of nauwelijks. Maar dan zie je wel weer misschien heel mooi bladergroepen en die kun je ook weer als vormen zien. Nou, bomen zijn zulke mooie dingen. We zien er van alles in en hoe meer je er naar kijkt, hoe meer je gaat zien. En dat is juist ook dus een grote valkuil. We moeten ons een beetje expres van den domme houden als we de bomen gaan natekenen, zeker in het begin. Want we moeten die details, daar moeten we nog helemaal niet aan gaan werken. Dus dat schakelen we in ons hoofd helemaal uit, die details. Wat zeker ook helpt om je niet te veel op details te focussen, is om je potlood op de overhandse manier vast te houden. En dan dus veel vanuit je schouder schetsen, dat je lekker grote bewegingen kunt maken. Je zult dan niet zo snel geneigd zijn om in detail te gaan. En verder kan ik je eigenlijk sterk aanraden om gewoon eens te gaan schetsen met verf. Dus direct je schilderij met verf opzetten. Dan kun je namelijk ook een lekkere grote kwast gebruiken.
dan kun je haast niet anders dan grote vormen neerzetten. Dat is al heel erg leuk. Maar soms zijn mensen wat huiverig om meteen met verf te starten. Maar dat is nergens voor nodig. Je kunt er namelijk altijd makkelijk overheen met volgende lagen. En als je fouten maakt, kun je die aanpassen door witte verf eroverheen te doen. Of een andere kleur, als je geen witte ondergrond hebt. Maar je kunt je dus geen buil vallen. Een grote vorm hoeft dus niet altijd overeen te komen met de contouren van de boom alleen. Want als ik bijvoorbeeld naar deze foto kijk, dan zie ik eigenlijk niet zoveel contouren. Ik zie er vooral het spel van kleurengroepen en dynamiek van stammen en takken. Maar ik zie eigenlijk maar een paar grote vormen. Die kleurengroepen die ik hier zie, kan ik ook als vormen beschouwen. Dan maak ik dus eigenlijk een scheiding. Bijvoorbeeld van hier is het wat feller groen en daar is het wat geliger groen. Hier is het wat bruiniger groen. En dat soort gebieden zie ik dan als grote vormen. Verder zijn de stammen en takken natuurlijk duidelijk als vorm neer te zetten. En die zijn in dit geval zelfs essentieel. Verder ook weer bij het naschilderen en tekenen van bomen. Let goed op de restvormen. Dat is een grote hulp als je aan het natekenen bent. Je hebt vaak mooie restvormen tussen takken. Je hebt restvormen tussen bladerbossen en takken. En tussen bladerbossen en de grond en de lucht en noem het maar op. En je kunt natuurlijk ook altijd weer een box om je boom heen denken en dan de restvormen eraf hakken. Ook verschil in kleur en licht en donker kun je dus als vormen beschouwen en die kun je ook aangeven in je schets als je dat fijn vindt om daar houvast aan te hebben. Daar gaan we nog uitgebreider naar kijken, want in de volgende video gaan we namelijk kijken naar lichtval. Dat was het voor deze keer, graag tot de volgende keer.